Red Bull Racing wist in Amerika hun vijfde constructeurstitel binnen te slepen en daarmee maakt het team na 8 Formule 1 seizoenen een einde aan de dominantie van Mercedes. Hoog tijd dus om terug te blikken op de Grand Prix van de Verenigde Staten. En vandaag doen we dat met Formule 1 data engineer bij onder andere Alpine, Ramon Drost. Ramon, hartstikke leuk dat je een keer met ons wilt terugblikken op een race. En voordat we dat gaan doen, even kort voor de mensen die jou nog niet kennen. Wat doe je precies bij Alpine? Wat heb je gedaan? Ja, vertel eens. Nou ja, dankjewel dat jullie mij willen hebben bij mijn eerste terugblik op een Grand Prix. Ja, natuurlijk. Ja, wie ik ben en wat ik heb gedaan. Ik heb gewerkt voor Alpine, eerst het testteam en daarna het raceteam. In het testteam was ik verantwoordelijk voor de auto's vanuit 2012, waarmee we demonstraties over de hele wereld deden in wereldsteden zoals Shanghai, Miami, Los Angeles. Daarnaast was ik toen verantwoordelijk voor de auto's van 2016 om de jonge coureurs op te leiden en onder andere mezelf ook om mezelf te leren over hoe het is om in een Formule 1 auto af te stellen. En ik hield me bezig met de elektronica, de hardware en de software. En dat houdt in de juiste sensoren paraat hebben en met de juiste calibraties, de juiste softwarecode en het kalibreren van alle systemen zodat het goed functioneert en goed werkt voordat de auto eigenlijk de baan op gaat. En wanneer de auto de baan is, hou je alle data alle sensoren in de gaten aan de hand van de live data telemetrie om te zorgen dat, ja, om weer terug te komen op het verhaal, dat de auto maar blijft lopen. En daarnaast ook een stukje feedback geven naar andere engineers, waarbij als een sensor of een systeem zeg maar niet goed functioneert, bijvoorbeeld een hydraulische druk of brandstofdruk of temperaturen, eigenlijk buiten de limieten gaat lopen, dat je dat aangeeft aan de desbetreffende engineer, dat hij er rekening houdt in zijn berekeningen en in de volgende afstellingen voor de volgende run. Ja, een hele cruciale functie dan dus, als ik het zo hoor, toch? Ja, dat deed ik dus. Dat heb ik eigenlijk allemaal geleerd in het testteam. En daarna, na anderhalf jaar in het testteam gezeten te hebben, ben ik doorgestroomd naar het raceteam. Waar ik onder andere met de coureurs Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Fernando Alonso mee heb gewerkt. En daar was ik dus verantwoordelijk voor, wat ik net heb uitgelegd, de alle datasystemen om te zorgen dat de auto zo goed mogelijk is afgesteld om zo hard mogelijk een rondje om de baan in te gaan. Nou, heel tof. De Formule 1 achterna reizen. Laten we terugblikken op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Want van tevoren zei je al tegen mij van, ja, het was een race zoals die moest zijn. Ja, wat maakt het nou voor jou zo'n mooie race? Nou, ik denk dat het vooral omdat Verstappen er niet op pole position stond, dat maakt het natuurlijk al interessant om te kijken hoe de start is. Maar daarnaast, wat er eigenlijk alles zat erin, is dat een gelukkig een crash in waarbij niemand gewond is geraakt, maar wat het wel interessant maakte om safety cars te krijgen. Daarnaast een pitstop die niet helemaal goed ging, dubbele stops, een strategie die werkte. Dus eigenlijk het hele pakketje samen maakt het gewoon een fantastische race om te zien voor de fans. Ja. Ja, voor Red Bull was het door het overlijden van Dietrich Mateschitz toch wel een emotioneel, maar heel bijzonder raceweekend. Want ja, ze konden een dubbele wereldtitel vieren. En Verstappen die zei ook na afloop van deze is voor Dietrich. Wat kenmerkt volgens jou nou het seizoen van Red Bull Racing dit jaar? Ja, oppermachtig. Het is samen met een topcoureur en een topteam, waardoor ze allebei tot de limieten pushen. En daar mag het resultaat mee zijn, waardoor ze nu constructeurskampioen zijn geworden. En dat harde werken loont en het vooral niet opgeven. En dat kun je nu terugzien in de resultaten. Na al die jaren. Na al die jaren zijn ze weer terug op de top. Ja, en jij zou hard werken ook. Max Verstappen moest dat gisteren ook doen, na die mislukte pitstop. Want het ging natuurlijk helemaal fout. En uiteindelijk wist hij toch die race in Austin dan te winnen. Zijn 13e overwinning van het jaar. En daarmee evenaart hij nu ook het record van Michael Schumacher, Sebastian Vettel. Wat gaf volgens jou nou de doorslag voor zijn zegen? De doorslag van zijn zegen? Natuurlijk de manier waarop hij rijdt. Het is gewoon een fantastische coureur. En net als een team, het niet opgeven en hard rijden om te weer gaan winnen. En ondanks dat je een fout maakt, dan kun je wel gaan denken van,
ja, er is een fout gemaakt waar ik dan geen controle op heb. Maar ja, wat ga je doen om het goed te maken? En ik denk dat hij dat bewezen heeft met zijn rijstijl en zijn rijkunsten. Ja, en iemand die geen goede dag had, in tegenstelling tot Max Verstappen, dat was Carlos Sainz. Die werd in bocht 1 al geraakt door Russell. En ja, het was eigenlijk gelijk einde oefening voor hem na een waterlek. Russell die kreeg dan een tijdstraf van 5 seconden. En Sainz die zei na afloop, ja, ik vond het eigenlijk niet in verhouding staan tot de DNF die ik had. Hoe kijk jij naar dit incident en de straf die is uitgedeeld? Nou, ik denk dat het toch, ik denk dat het terecht is hoe dat hier gehandeld is. Of 5 seconden penalty was het. Ik denk dat dat terecht is. Ik denk dat het ook niet heel veel harder moest zijn, de straf. Want het is natuurlijk een race-incident. En je gaat allebei voor de eerste bocht en iedereen wil er als eerste doorheen. En dan gebeuren deze dingen. En waardoor dat gebeurde, had hij schade, waardoor hij dus niet meer verder kon rijden. En dat zie je niet heel snel bij een lichte touch, zoals ze dat noemen. Maar ja, helaas liep het anders voor hem af, waardoor hij niet verder kon racen. Maar goed, volgens jou had het dus niet per se strenger moeten zijn. Een 10 seconden tijdstraf, om maar wat te noemen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Als we dan even kijken naar Lewis Hamilton. Want dat leek er eerst nog even op dat hij misschien voor zijn eerste zegen van dit seizoen kon gaan. Nou ja, uiteindelijk moest hij dan genoegen nemen met P2. Hamilton die gaf zelf aan dat ze vooral toch snelheid miste. En vooral een nieuw setje mediums, die had hij niet meer. Hoe groot waren zijn kansen geweest, denk je, als hij nog wel dat setje mediums had gehad? Ja, ik denk wel als Lewis een nieuw setje mediums zou hebben, dat zijn kans sowieso groter zou zijn om eventueel voor de winning te kunnen strijden met zijn harde banden. Maar de kans dat Max hem alsnog voorbij zou gaan, die was nog steeds wel aanwezig. Ik denk dat dit toch op de manier waarop je ze banden zeg maar managed, qua temperatuur behoudt, want wanneer een temperatuur in een band oploopt, is er steeds minder grip. En dat kon je ook wel zien aan het einde van het gevecht met Hamilton, waardoor de harde band zoveel temperatuur op een duur in die band heeft, waardoor de grip gewoon minder wordt en waardoor Verstappen natuurlijk manager was geweest, manager, dat de temperatuur laag blijft en op het moment dat hij kan aanvallen, dat zag je ook wanneer hij aanviel, dan had hij zeg maar, ja, hij had nog een lagere temperatuur waardoor hij het gevecht aan kon gaan en waardoor hij zeg maar, waardoor Hamilton ja, goed voorbij kon gaan. En natuurlijk, daarna zag je dat Hamilton nog wel het gevecht weer aandurfde te gaan, maar daarna loopt die temperatuur zo erg op, waardoor er op de duur geen strijd meer is vergeleken met de mediumband ten opzichte van de harde band. Ja, en als we even overgaan naar Charles Leclerc, want die had een flinke inhaalrace. Die start op P12 en wist uiteindelijk op P3 te eindigen. Had ook wel echt mooie gevechten met zowel Verstappen als Perez. En na afloop gaf hij aan dat het toch wel vooral lag aan een probleem met de bandenslijtage. Iets waar volgens hem Ferrari echt nog aan moet werken. Hoe kan het dat Ferrari hier zoveel meer last van lijkt te hebben dan andere teams, denk je? Nou, dit heeft weer te maken met de manier waarop zij hun auto hebben ontworpen. De bepaalde wielgeometrieën waar je naar ontwikkelt. En dan heb je begin van het jaar, krijg je een pakket met wielstanden die je kunt gebruiken voor het hele seizoen voor verschillende circuits. En daar natuurlijk, tijdens het seizoen komen er wel upgrades binnen om bepaalde wielgeometrieën op een andere manier af te stellen. Maar doordat jij, je gaat naar Austin, je hebt de basisafstelling en de basisafstelling, dan komt er terug met feedback. Die heeft een beetje onderstuur of overstuur en daardoor gaan we wel een agressieve afstelling maken in je toespoor, de wielgeometrie of je camber. Maar waardoor wel de bandenslijtage hoger is. Kijk, dan moet jij zeg maar een compromis sluiten. Dat je misschien wel een hogere bandenslijtage hebt, maar je hebt wel de snelheid. En dan moet je de pitstopstrategie, de bandenstrategie erop aanpassen. En dan moet je een beetje geluk hebben dat dat uitwerkt. Maar waardoor je dan wel tijdens de race te maken hebt met hogere bandenslijtage. En dan moet je beter managen. Dus je kunt niet zo hard pushen als andere coureurs waarmee je wel de strijd aangaat. Ja. Dan wil ik nog even naar een ander moment tijdens de race. Want er was natuurlijk een enorme klapper na de eerste herstart tussen Lance Stroll en Fernando Alonso. De twee toekomstige teamgenoten bij Aston Martin. Alonso viel hierdoor helemaal terug, maar wist zich uiteindelijk toch nog terug te slaan. Kwam als zevende over de finish uiteindelijk. Wat is jou nou het meest bijgebleven van zijn race? Ja, dat hij op de achterwiel reed van zijn toekomstige teamgenoot. Dat was wel indrukwekkend hoe hij dat
heeft onder controle heeft weten te houden. En daarna toch nog weer in de punten heeft weten te rijden. Dus dat is wel erg knap. Ja, uiteindelijk kreeg Alonso dan een tijdstraf van 30 seconden, omdat hij tijdens de race met één zijspiegel reed. Hierdoor is hij dan uiteindelijk van P7 teruggevallen naar P15. Dat eigenlijk allemaal door een protest van Haas. Nu is bekend dat Alpine daar weer tegen in beroep ging. Hoe kijk jij naar deze hele situatie? Ja, ik vind het wel een beetje knullig in die zin van dat na de race een protest wordt aangegaan door Haas. Dat een spiegel eraf valt of dat die spiegel los zat tijdens de race. Waarbij de stewards dat ook hebben gezien en die hebben eigenlijk geen actie ondernomen. Waarbij die dan eigenlijk in mijn ogen een beslissing hebben gemaakt van is het veilig of niet veilig om door te racen. En volgens mij heeft een spiegel niet heel veel te maken met de veiligheid van een auto om te kunnen racen. En ja, ik vind het jammer dat het daarna na zo'n wedstrijd dan een protest wordt aangegaan. Waardoor je dus nu buiten de punten valt. Ja, want het is natuurlijk een flink verschil. Uiteindelijk ook 6 punten verloren. Ook best wel een effect natuurlijk op de WK-stand. Want als je daar nu kijkt, is er een puntenverschil van 6 punten tussen dan Alpine en McLaren. Hoe zie jij die strijd verder gaan tijdens de laatste 3 races van het seizoen? Nou, ze hebben allebei nieuwe motoren erin. Dus ik denk dat het een hard gevecht gaat worden. Voor de laatste paar races voor het seizoen. En ze gaan alles op alles zetten om vierde te worden in het constructeurschap. En ik heb er wel vertrouwen in. Aangezien het hele seizoen ze hebben gepresteerd, er is eigenlijk geen twijfel over mogelijk dat zij vierde gaan worden. Maar je weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Nou ja, wat je afgelopen weekend hebt gezien. De dingetjes die je niet kunt zien, die kunnen natuurlijk goed in het eten gooien. Maar aangezien de performance, denk ik dat het zeker moet gaan lukken dat ze vierde kunnen worden. Ja, en daarmee doel je dan op Alpine, toch? Voor P4 in het constructeurskampioenschap. Ja, Alpine. Ja. Maar wat betekent het dan hè, vanuit jouw ervaring voor zo'n team als bijvoorbeeld Alpine, of je nou vierde of vijfde wordt in het constructeurskampioenschap? Nou, voor het team is dat wel erg belangrijk. Qua bonus die je krijgt als je vierde of vijfde wordt, is natuurlijk wel een groot verschil. En dat kun je weer hergebruiken in de ontwikkeling voor het jaar erop. En voor de personeelsleden zit er een bonus aan. En dat verschilt ook als je, zoals Red Bull constructeurs kampioen wordt, dan zit er een hogere bonus aan dan dat je in de top 5 zit. En de bonussen worden uitgedeeld bij de meeste F1-teams van de eerste plek tot vijfde plek. Ja, wat voor cijfers of bedragen moeten we dan denken? Kun je daar iets over delen? Ja, een mooie vakantie. Mooie vakantie. Oké, check. als we dan nog even kijken naar de rest van het veld of het hele veld. We zagen ook veel inhaalacties. Hè. Op een gegeven moment Lando Norris die in 3 ronden tijd 3 auto's wist in te halen. En in de laatste ronde was er nog een spannend gevecht tussen Vettel en Magnussen. Wie was voor jou nou best of the rest? Ja, de best of the rest voor mij was Sebastian Vettel. Vooral dat hij de manier waarop hij helemaal naar voren is gereden en dan de pitstop die hij had gedaan, dat ging niet helemaal goed helaas. Ging niet helemaal lekker. Waardoor, nee. Ging niet helemaal lekker en waardoor hij toch weer zichzelf in de punten heeft gereden. En het laat gewoon zien tot de laatste, echt de laatste ronde met het gevecht met Kevin. Dat laat hij wel zien van waar hij van gemaakt is en wat voor een talent hij is. En ik denk dat we Sebastian Vettel gaan missen, het talent. En dat was wel duidelijk zichtbaar gisteren. Ja. En tot slot, want deze week staat er alweer een nieuwe race op het programma. De Grand Prix van Mexico. Wat zijn jouw verwachtingen voor die race daar? Mijn verwachtingen van die race? Nou, ik denk dat het weer het wordt een mooie strijd tussen Ferrari en Red Bull. En waaronder Mercedes, die mengt zich er nou ook mee. En ligt ook aan als ze nog wat meer upgrades meenemen. En het wordt wel een uitdaging voor de verbrandingsmotoren daar. Want je rijdt daar op hoogte. Dus dat wordt een uitdaging voor de engineers om toch een maximale vermogen eruit te persen, maar om geen schade te creëren aan de verbrandingsmotoren. Maar dat komt allemaal vast goed. Ja, en als je dan een voorspelling moet doen, de top 3 of het podium, dus daar in Mexico? Mijn top 3 zeg ik Max, Lewis en Charles. Oké, staat genoteerd. We gaan het zien. Nogmaals bedankt voor je tijd, Ramon. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.